Nu al trekken de VMBO-scholen aan de bel over het eindexamen. Schrap het praktijkexamen, zeggen ze. We hebben alle tijd nodig om achterstanden door corona in te halen. Dus hiermee kan je de snelheid nog regelen aan het wieltje? Ze moeten eindexamen doen dit jaar, maar missen door corona 13 weken praktijkonderwijs. Aangezien we zo lang geen les hebben gehad, dat heel veel is weggezakt. Kijk, blijf kijken. Een aantal weken ga ik inlopen. Ik probeer ze wel weer op een soort basisniveau te krijgen. Ook een beetje zelfvertrouwen. Dat is heel belangrijk ook voor de leerlingen. En vanuit daar gaan we verder. Elke dag extra les dit jaar helpt. Daarom willen de VMBO's dat ze dit schooljaar geen praktijkexamens hoeven af te nemen. Dan kunnen ze 3 tot 4 weken langer lesgeven. Een examen is geen onderwijs. En wij willen onze leerlingen zoveel mogelijk onderwijs geven. Dat hebben ze hard nodig, ook voor een vervolgopleiding. Ook zonder praktijkexamen stomen ze de leerlingen zo goed mogelijk klaar. Als wij er een potje van zouden maken, dan krijgen we natuurlijk gedoe met ons vervolgonderwijs, met het MBO. En wij staan voor kwaliteitsonderwijs. En daar is een examen niet maatgevend voor. Met of zonder, het wordt een jaar hard werken en dan op naar de toekomst. Ook eindexamen halen en lastiger worden en dan constructie ingaan. Daar heb ik wel zin in. Het ministerie van Onderwijs wil nu nog niets weten van het schrappen van de praktijkexamens. Voorlopig krijgen de scholen wel iets langer de tijd om de examens af te nemen.